Serieus, is dit, heeft iemand zijn kind zo genoemd? Ik ben natuurlijk zwanger en babynamen zijn een hot topic. Dus ik ga bekende babynamen raden van bekende mensen. De gouden enveloppen. Bobby. Ja, nou, Chantal Jansen toch? Want dat vind ik echt nou ook een hele leuke naam. Ja. Lola, Lily en Kiki Kate. Oh, dat is toch Nicolette Kluiver, Nicolette van Dam en Bas. Toch? Ja, hè? Ja. Ik haal Nicolette Kluivert en Van Dam altijd door elkaar. Maar dit is zeker Van Dam en Bas. Ja, leuk. Nou, dat gaat hartstikke goed. Puma. Nee, geen idee. Wie is het niet? Van wie is dit? En de DOC. Oh, ja. Huh? Exa Dark Side Reel? Dit klinkt als een website. Oh, of is het bedacht door iemand die heel hoog is in de ICT-achtige situatie? Maar dit is door iemand verzonnen die vast hier heel goed is met computersystemen en dingen. Maar wie is dit? Ja, nou, dan zat ik er niet ver vandaan. Ik wist alleen even de naam niet. Nee. Vegas, dat is Afrojack. Toch? Nick van der Wal. Ja, goed. Apple. Serieus, is dit, heeft iemand zijn kind zo genoemd? Apple. Zou je dan ook gesponsord worden door Apple? Dan doe ik het ook. Nee, weet ik niet. Ik vind het een heel gekke naam ook. Oh, leuk. Apple, het eten staat klaar. Apple, je hebt toevallig een appel. Nee, dat kan echt niet. Oké. Okay. Oh, Blue Ivy. Ja, Beyoncé. Toch? Ja, vind ik wel een mooie naam. Ik vind hem wel iets te internationaal, bijvoorbeeld voor mij. Let's see. Northwest. Ja, Kanye. Toch? En Kim. Oké. Okay. Oh. Zola Zaza River. Ik sluit hem niet lekker af, want nee, ik weet het niet. Nee. Oh. Is dat van Fiona Hering? Nee, sorry, geen idee. Ik heb nog nooit gehoord.